Participeren in de maatschappij, het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Of het nu vrije tijdsbesteding, school of werk is, voor mensen met een beperking is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om deel te kunnen nemen. Nochtans kunnen heel wat kleine inspanningen al veel betekenen. Drie duo's gaan samen op pad. Telkens iemand met een beperking en iemand zonder. Samen bespreken ze wat voor hen de knelpunten zijn, maar ook goede ondersteunende initiatieven. Jo is een gepensioneerde leerkracht uit het middelbare onderwijs. Hij gaat samen met Christine op pad, die al van bij haar geboorte blind is. Xavier is de directeur van de huisbrouwerij De Halve Maan. Hij gaat op pad met Melanie. Melanie heeft hemiplegie, dat is een halfzijdige verlamming als gevolg van een hersenbeschadiging. Het derde duo bestaat uit topsporters Tom de Sutter en Kurt de Klerk. Tom is topvoetballer bij Club Brugge, Kurt wereldkampioen rolstoelsnoeker en pool. Kurt brengt Tom naar Brugge. Hij wil hem de toegankelijkheid van Brugge laten zien voor rolstoelgebruikers. We hebben hier gemakkelijk parkingen. Soms, ja, het zijn al niet zoveel rolstoelparkings, maar soms heb je geluk dat die aan de markt vrij is. Maar buitendien aan de markt is het vrij moeilijk om... We hebben ook parkings in Brugge en dat is het probleem. Dus, wat doen ze? Ze leggen dus de kant van het uitstappen op de kant waar het trottoir is. En dus dat is allemaal goed voor mensen, ja, die een ander handicap hebben dan mij, die niet in de rolstoel zijn, die kunnen gemakkelijk dan uitstappen. Want ik kan moeilijk mijn rolstoel op een verhoog zetten en er dan in kruipen. Ja. Zie, die auto stond dan al zo te wachten. Hey, dat zijn zo echt ongelukkige plaatsen. Ja, ze hebben genoeg plaats om te voorbij te steken. Ja. Hey? Zie je, dat ligt al schuin hier en zo. Die straat, en je moet dan juist, ja, dus die rolstoel moet nog redelijk stabiel staan. Zie je, alles is aan de andere kant en dan geen trottoir. Ja, en even heel erg, ja, dat plat. Zijn we? Yes. Jo en Christine hebben afgesproken in het station van Brugge. Christine brengt Jo meteen naar de achterzijde van het station om enkele aandachtspunten aan te stippen bij de wegwerkzaamheden. Kijk, als je nu naar rechts gaat, rechts met de stok, dan heb je al de afsluiting voor de werken. Dat is hier iets bijvoorbeeld dat duidelijk is. Dat is een omheining die gemaakt werd. Ja. Gelukkig kom ik hier geen plakaten tegen. Want heel vaak, als er werken zijn, worden er zo van die palen met van die ronde schijven opgezet. En dat is altijd meestal op gezichtshoogte. Ik kan u verzekeren, als we even verstrooid zijn, dat dat vreselijk pijnlijk is. Ik vraag me af of dat zelfs niet een klein beetje hoger of malser of zachter kan gemaakt worden, want dat zijn lelijke dingen waar we ons lelijk aan kunnen kwetsen. Wat er ook is, als er putten gemaakt worden, worden die vaak met van die plastieke linten afgemaakt. Maar wij lopen daar al een tijdje door voordat die linten, dat geeft niet zoveel weerstand. Dat zou echt beter moeten afgezet worden. Ik weet niet hoe, ik ben niet zo bevoegd in al die technische dingen. Of ze misschien gewoon meer spannen, ik weet het niet. Meer spannen of ander materiaal gebruiken. Materiaal dat gewoon niet meebuigt. Xavier en Melanie hebben afgesproken bij Melanie thuis. Xavier merkt niet meteen een beperking op bij Melanie. Wat voor beperking heb je juist? Ze noemt een hemiplegie. Dat is eigenlijk een beperking aan de rechterkant. Ah ja. Waarbij dat er bij sommige fijne zaten. Het is een beetje motorisch in feite. Ja. Dat je minder handig bent, laat ons zeggen, op de ene kant. Ja. En kleer vooral meestal werkt met de linkerkant en de rechterkant is zo'n soort van bijhand. En heb je dat van bij de geboorte? Ja. En heb je dan één arm die veel meer gespierd is ook dan de andere? Of ligt op dat Kim Kleisters daar vroeger zo'n... Weet je, heb je dat nooit? Die tennissers hebben dat ook, zo'n een heel gespierde arm. En die waarmee dat ze een tennisraket vasthouden. Hier zit de meeste kracht in, maar op mijn spieren half spannen ga je zien dat er hier het meeste zit. Ah ja, toch. Overal dat je anders die denkt, die boord, voor op te stappen dat je een klein beetje moet lager aan de markt waaraan al de bussen toekomen in feite, heb je in feite niets dan. Dat is wel heel jammer.
Ja, daar kan jullie niets aan doen, hè. Dat is... Maar goed, je zit altijd maar probleem uit de bus. Hé, hoe laag kan je hem krijgen, je bus? Toch heel laag, hè. Dat je zegt. Dat is wel wat verschil van bus. Kijk, zie je dat? Hoe laag dat die bus kan. Ja. Dat is toch een groot verschil. En dat je toch gewoon zo'n hellingsje hebt, kan je er gemakkelijk op. Maar nu kijk, hoe ver je ervan zit met je rolstoel. Van erop te gaan. En als je hier gewoon zo'n helling, een plateauotje hebt, je rijdt erop en je ligt gewoon gelijk. In het station zijn overal geleidelijnen voorzien voor mensen met een visuele beperking. Ja, u volgt dus gewoon die lijn? Jawel, voor ons is het niet mogelijk om een plein of plaats zomaar in het midden anders te doorlopen. Wij lopen niet recht. Jullie kijken naar een punt en je loopt daar naartoe. Mm-hmm. Dus bij jou weten, is dat overal in de stations nu bij ons? De meeste stations die vernieuwd zijn, of die ze aan het vernieuwen zijn, daar is dat geïntegreerd. Ik weet iets dat jij waarschijnlijk nog niet weet. Dat is dat we nu, dankzij het denkwerk van twee verschillende banken, dat we geld uit de muur kunnen halen. Oh. En dus wij pluggen een koptelefoontje in het toestel. Het scherm wordt helemaal donker en wij kunnen centjes afhalen. Oh, oké. Okay. Ja, zonder dat er ons iemand stoort of zonder dat we hulp moeten hebben van iemand. Voor iemand met een beperking is het vaak moeilijk om werk te vinden. Bij Melanie was dat niet anders. Nu werkt ze in het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Omdat Xavier ook werkgever is, neemt Melanie hem mee naar haar werk. En wat voor dienst werk je? Dus in welke... Dat is nu brancardier, patiëntentransport. Brancardier? Ja. Dus dat is nog een hele fysieke job dan? Ja, ja. Amai, en wat is dat? Dat is een van mijn favoriete speeltjes. Batmobiel. Dus ja, ja. Het pausmobiel en het badmobiel. Dat is eigenlijk een hulpmiddel voor je bed. Dat we niet meer moeten sleuren en doen, je mag mee voor een foto. Het is in bad, dus ik ga je maar mijn brommer meenemen. Mensen spreken altijd maar van beperking, maar eigenlijk is dat een heel normale persoon die haar leven leidt, die in het leven staat. En misschien verwachten mensen gewoon veel te veel die beperkingen. Misschien wordt er daar gewoon veel te veel naartoe gezocht en veel te veel daar naartoe gekeken. Ik weet niet. Heb je een idee hoeveel bedden per dag dat je zo verzet? Maar ik kom jou meestal bij en ik kom eigenlijk aan een gemiddelde van 25 patiënten per dag. Ja, amai. Ondertussen nemen Jo en Christine de bus richting Sint-Salvator-kathedraal. Maar hoe weet jij dan bijvoorbeeld waar je moet afstappen? Ah, wel, hier nu, de kathedraal, die halte ken ik. Ik doe dat bijna dagelijks. Maar als ik nu ergens naar een plaats moet die ik niet ken, vraag ik aan de chauffeur om mij te verwittigen. Ik hoop dat hij dat niet vergeet. Meestal lukt dat wel. Maar het zou handig zijn mocht er een omroepsysteem zijn. Dus dat is een bandje of om het even wat. Dat per halte zegt waar we zijn. Ja, ja. En dat zou eigenlijk... In het buitenland gebeurt dat al heel veel. In de grote steden, Praag en Wenen en zo. En de kusttram doet dat eigenlijk ook. En in Gent doen de nieuwe trams dat ook. Ja. Dit pleintje hier is onlangs heraangelegd. Hier stonden meer bomen, hier was een muurtje. Ze hebben hier een soort geleidelijn met noppen gelegd. Mm-hmm. Met noppen wil zeggen, pas op, want er is een beetje gevaar. Want rechts zijn er daar wel trappen. Dus? Ja, voilà. Nou ja. En hier stopt de lijn dan plots? Zelfs stopt die lijn en dan moet ik even naar links overgaan. En dat zal ik dan ook doen. Oh la la. Oh, laat zo Brugge niet zijn. Enfin, ik denk niet dat dat alleen in Brugge is. Maar hier staan overal, ik weet niet juist wat het is. Brommer, ja. Brommer en fietsen. Ja, 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 die staan net in uw lijn daar. Ja, ja, ja. Ja, dus even in de weg toch? Ja, ja, ja. Even in de weg toch? Stoepen zijn hier ook wel aan de smalle kant. Ja. En soms staan fietsen daar zeer onhandig op. Ja. Dat je er eigenlijk echt aan pijn kunt doen. Ja. Hier is er een terras. Ja, een bloembak. Voilà. Ja. Jawel, en die... Maar die bakken daar rond zijn goed. Ik spring nu een beetje van het een op het ander. Ja, ja. Waarom is dat goed? Omdat we daar iets vast aan hebben.
Want als er gewoon stoelen staan, dan zetten mensen die achteruit, ze verzetten die. En dan zitten mensen daarop. En dan is dat voor ons verschrikkelijk moeilijk. Ah, ja, ja, oké. Valt het eigenlijk mee om in Brugge met een rolstoel te rijden? Maar Brugge is niet zo toegankelijk, hè. Omdat je zet altijd met die kinderkopjes hier. Veel kasseien. En ja, in feite kasseien. Maar ja, het is een oude stad, hè. En daar moet je dan ook rekening mee houden. Maar nu kom je echt in de moeilijkste straat hier in Brugge, in de Breidelstraat. Je ziet wel hoeveel die harren zijn hier allemaal uit. Ja, het ligt hier nu een put. Ja. En moet ik kijken wat ik hier zo aan het doen ben. Ja. Gewoon, ja. Ja, dat is heel moeilijk om... Hier is een heel moeilijke straat. En als het er nog een beetje oploopt? Wandelen door Brugge met een visuele beperking is toch wel een kunst. Er staat hier een bord. Mensen trekken die tafels een beetje opzij en ze zetten zich. En ja, wij weten dan niet waar ze zitten. En... Pas op. Ja. Wat is dat? Ja. Oh, sorry. Hoi, ja. Heb ik iets aan het weten? Nee, hij had net rakelings langs een cactus. Ja, er staat een bus, maar... We kunnen over waarschijnlijk. We kunnen over, ja. Ja, altijd gezien heeft. De meeste wachten wel eens nog zien aankomen. Niet gezien. Wat heeft hij? Hij had het niet gezien. Oei, nee, nee, ja, nee, nee. Voilà. Xavier is als werkgever geïnteresseerd in de wijze waarop de sollicitatie verliep met Melanie. Hij knoopt daarom een gesprek aan met hoofdverpleegkundige Ludwig. Maar Melanie had dat eigenlijk zeer goed. Hè. Eigenlijk ja, doet zij mee met de anderen en heeft zij hetzelfde aantal transporten. Eigenlijk zie je daar op de werkvloer zelf geen verschil naar resultaat. Dat was ook de indruk dat ik had. Zo. Ze ja, komt hier binnen, dus ja. Allee, er is ook niemand ja. die haar anders behandelt of zo. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. We hebben een sollicitatieprocedure die eigenlijk voor iedereen die bij ons komt helpt. En dat is zo dat de mensen minimum een halve dag meelopen met een van de brancaliers. En een tweede stuk van de sollicitatie is dat er nagedacht wordt aan motivatie. Waarom kom je naar ons? En daar was hij de sterkst te motiveren. Dus heeft Melanie de job. Dus het is in feite wel de motivatie. Motivatie uiteindelijk de... en het feit dat ze in het meelopen ja. geen problemen had. Kurt en Tom rijden naar de Smedestraat. De straat werd enkele jaren geleden heraangelegd. Mijn apotheker is hier helemaal het begin van de Smedenstraat. En dus vroeger kon ik mij mooi overal parkeren. Kijk, maar overal is dat nu zo op die manier voorzien dat ja. er dus een borduur is. En dan komen we hier dus aan die plaats waar dat ze dus ooit iets een stukje uitgebroken hebben voor mij. Ja. Dat is hier dat stukje. Ah, ja. Hier hebben ze gewoon dus verlaagd. Kijk hoeveel plaats je hier hebt. Maar ja, kijk. Kijk, komt er niet uit, hè? Dus ik had hier totaal, als je nu rijdt, dan kom je met het probleem. Kijk, als je dan je deur open doet. Ja. Dan staat je rolstoel ineens. Nee, dus hij zegt van. Hier dus, zit je met dat probleem dus. Dat je hier kan zien, als je dan hier moet parkeren. Dat gaat beneden. Dus ja. hier moet je rolstoel staan, dus je rolstoel staat zo. Maar dan mag je nog in je rolstoel kruipen. Dan kan je nog niet verder weg. Dan kan je niet weg, hè? Ja. Dan zit je gewoon vast. Ja. En vroeger hier in de Smedestraat was alles gewoon mooi vlak. Christine neemt Jo mee naar de Stadsbibliotheek van Brugge. Hier kom ik wel eens om een cd, om een luisterboek, of om informatiebrochures, of om de exit. Maar helaas vind ik het hier niet gemakkelijk. Dus we hebben hier die mat. En dan moet ik zo'n beetje in het eilen doorgaan tot aan de informatiebalie. Hier is geen geleidelijn. Hier is niet onmiddellijk iets. Als je iets komt terugdragen, moet je dat ergens deponeren. Mm-hmm. En allee, het is moeilijk. Mm-hmm. En het is al gebeurd dat ik hier toe kwam en dat ik een beetje in het eilen aan het rondlopen was. En dan, ja, dan moet je hier, daar, dat steken, ja. zij met mij. Of het is daar, mevrouw. Maar hier heb ik heel erg hulp nodig. Maar ik denk wel dat men hier wel meer rekening gehouden heeft met mensen in een rolstoel. Want hier is ergens in de buurt, een balie, die voor hen op de goede hoogte is. Oh. Maar ja, jammer, ze hebben niet met alles rekening gehouden.
Wel, hier hebben we die balie, ja. Dat is die balie. Kijk, die dat zijn hier die betaalautomaten, kijk. Ah, ja, en waar zijn die? Dus, is dat die hoogte? Ja. Ja, als je in een rolstoel zit, is dat wel moeilijk, hè? Mm-hmm. Ze passen de balie aan, maar de automaat niet. Dus men gaat ervan uit dat mensen die in een rolstoel zitten stipt zijn. Dus ja? Dat is een hele eerlijke interpretatie, denk ik. Ja. Dat is de enige verklaring die ik er maar heb. Ja. Bij het verlaten van het ziekenhuis wil Xavier toch wel meer weten over Melanie's sollicitaties voordat ze in het AZ Sint-Jan terecht kon. Maar dus als hij solliciteerde, dat moet toch een enorme uitdaging geweest zijn om dat over u te zetten en te zeggen, oh, ik ga toch solliciteren voor een gewone job. En uiteindelijk wil je in een gewoon werkcircuit geraken. Allee, dat was je doel. En ja, proberen, hè. Blijven proberen en doorzettingsvermogen hebben. En soms zag ik het ook niet meer zitten, niet, maar ja, ik weet niet. Uiteindelijk zeg je van ja, weet wat, als je iets wil worden in je leven, wat moet je ervoor maken? Ja, dat is het waard voor veel mensen zo, maar ja. Ja. Maar en, je voelde je dat dan echt soms aan dat dat een rem was, dat je bij bepaalde mogelijke werkgevers gewoon niet uitgenodigd werd, of dat je ja, op een of andere manier afgeschreven werd, van dat gaat toch niet gaan? Of, De rem in het algemeen is de handicap. Dat was ja. Altijd de eerste vraag. Ja. Niet altijd de eerste vraag, maar toch, dat is, je zag zo ook wel soms de stemming veranderen. Van, op het moment dat ze dat doen. Ja. Ja, en ze hebben hiermee de kans gegeven om toch ook één dag mee te lopen. En toen hebben ze het gezien, hè. Want ja, ze dan kan het. Natuurlijk. Ja. 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 Hele mensen te werken staat met een handicap. We werken met Arcotech. We werken met de beschutte werkplaats. En zij komen bij ons een aantal dingen doen. En dat loopt eigenlijk zeer goed. Je krijgt heel veel appreciatie van die mensen. Mm. Dus ja, bijvoorbeeld al de geschenkverpakkingen van Brugse Zots. Zo een glas en twee flesjes en in een doos. Dat is allemaal door die mensen gemaakt. Ja, ja, dat is wel... En dat is wel tof. Omdat ze zich identificeren dan ook aan dat bedrijf of aan die... Dat is wel leuk. Kurt brengt Tom tenslotte naar Zeebrugge, waar tijdens de zomer een bijzonder project plaats heeft. Hier aan het strand heb je ook speciale dingen voor rolstoelen. Is dat? Dus dat ze je helpen. En als we kijken, Tom meepakken op de zee. We willen ze echt een subliem initiatief. Van de handrem losmaken. Dit is hier de Tiralo. Hiermee kunnen we mensen vervoeren in het water. Ja, een beetje naar achter terug. En je voet erover nu. Ja, oké. Goed. En een beetje, ja, wat we van eerste keer. Ja, voilà. En nu mag je daar je benen op leggen. Hop. Voilà. Is je klaar, hè? Ik moet zeggen, dat heb ik in feite nog nooit gezien, Tom. Is het waar? Okay, ik hoor niet. Die andere rolstoel, dat heb ik wel al gezien. Maar dat is echt heel leuk voor mensen dat zonder beperking. Echt een goede uitvinding. Dat is heel sterk. Ja, het is fantastisch dat de mensen met beperking die niet veel kunnen doen, die weinig naar het water kunnen gaan, of op die manier de mogelijkheid krijgen om toch naar het water te gaan. Onze tocht eindigt in het Jan Breitelstadion. Tom speelt er een belangrijke voetbalwedstrijd. Ook Kurt en Christine zijn er van de partij. De aangepaste tribunes maken het mogelijk dat ook zij kunnen supporteren. Via een hoofdtelefoon krijgt Christine aangepaste wedstrijdcommentaar. Een gooie liersje richting Simons en Bolingoli. Simons,
Daar ligt hij in. En de Sutter met dat ruimte. Het is voor mij een nieuwe wereld die opengegaan is. Zaken waar wij als ziende absoluut niet bij stilstaan. Ik ben door Brugge gelopen en dan begin je echt op alles te letten wat voordelig of nadelig is voor een rolstoelgebruiker. En je ziet op het moment dat Melanie daar binnen ging in dat ziekenhuis, dat ze groeide. Dat ze fier was op wat ze deed. Dat wens ik de mensen, de beleidmakers en degenen die daarover beslissen toe, dat men aandacht geeft voor deze punten en dat er bij gevolg ook zaken gerealiseerd worden die het leven voor die mensen ook mobiel, zelfstandig en bij gevolg comfortabel maken. Soms vergeten we hoe we met eenvoudige maatregelen veel kunnen bereiken. Het is vaak een kwestie van gewoon rekening houden met iedereen, ook met mensen met een beperking. Of we nu beleidsmakers zijn, zelfstandigen, collega's of gewoon medemensen.